De moord op Johan Cornelis de Wit was het dieptepunt van het rampjaar 1672, toen de republiek werd aangevallen door Frankrijk, Engeland en de Duitse staten Keulen en Münster. Hoewel de invallen uiteindelijk werden teruggedrongen, werd het rampjaar een keerpunt. Vanaf toen ging het geleidelijk bergafwaarts met de republiek. Aan de gouden eeuw kwam een einde. Na het rampjaar was het duidelijk dat de republiek zijn economische voorsprong had verloren. De republiek werd door Frankrijk en met name Engeland ingehaald. Het land kreeg halverwege de 17e eeuw met steeds meer invoerheffingen te maken. Allerlei bedrijfstakken gingen hieraan ten onder. Het is belangrijk dat je hierbij zelf een aantal voorbeelden moet kunnen noemen tijdens het examen. De ondergang van de Hollandse handel en nijverheid zette een neerwaartse spiraal in werking. Hier moet je ook een voorbeeld bij kunnen noemen. Je zou hierbij kunnen denken aan de terugloop van de OC-handel, de moedernegotie, en hoe deze kon doorwerken op allerlei andere bedrijfstakken. De VOC groeide in de eerste helft van de 18e eeuw nog door, maar werd uiteindelijk volledig overvleugeld door de moordende Engelse concurrentie. Aan het einde van de 18e eeuw, in 1799, ging het bedrijf, bijna 200 jaar na de oprichting, in 1602, failliet. De grote schuldenlast van de Republiek zorgde ook weer voor een neerwaartse spiraal. Het onderhoud van het leger en de continue oorlogen hadden het land in wezen de nek omgedraaid. Deze langdurige oorlogen hadden namelijk tot een enorme schuldenlast voor de overheid geleid. Begin 18e eeuw was de rente over de schulden hoger dan de belastinginkomsten. De Republiek was hierdoor in 1715 in feite failliet. We zien op deze afbeelding het huis van de Compagnie en vervolgens hoe het huis in verval is geraakt. Dit is tekenend voor de economische stagnatie van de republiek in de 18e eeuw. In 1702 werd er na de dood van Willem III opnieuw geen stadhouder aangesteld. Hiermee begon het tweede stadhouderloze tijdperk. Dat duurde van 1702 tot 1747. Op de afbeelding zie je de processie bij de begrafenis van Willem III. De financiële problemen konden niet worden opgelost. De regenten profiteerden namelijk van de hoge staatsschuld. Zij verdienden aan de rente van de obligaties. De republiek was in de 18e eeuw geen grote mogendheid meer. Het land moest noodgedwongen neutraal blijven en was niet meer in staat zichzelf te verdedigen. Die zwakte kwam in 1747 aan het licht toen Frankrijk vanuit het zuiden binnenviel later in 1780 was de republiek kansloos in een nieuwe zeeoorlog tegen engeland en in 1795 ging de republiek voorgoed ten onder toen ze alsnog geheel door franse troepen werd bezet tijdens de bataafse revolutie deze prent heeft de titel gods slaande hand over nederland het is een afbeelding waarin je de runderpest in nederland in de 18e eeuw ziet die ook symbolisch komen te staan voor de ondergang van het land we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze lessenserie over de republiek in een tijd van vorsten. Ik wens je heel erg veel succes met de voorbereiding op de toets en het examen.